Goeiedag. Ja, deze dag die begon mooi, op veel plaatsen ook een beetje nevelig. En kijk, de spinnenwebben die worden ook weer zichtbaar met de dauwdruppeltjes eraan vast. En misschien heeft u het wel gezien, de zonsopkomst deze ochtend. Die was echt wel wat roder dan gebruikelijk. Er zit veel stof in de atmosfeer als gevolg van bosbranden bij Canada. Die zijn met een stroming, met de westelijke stroming, helemaal onze kant op gekomen. En dat zorgt ervoor dat de lucht niet echt strak blauw is, maar dat het toch een klein waasje is. En ja, zo'n zonsopkomst wil dan ook nog wel eens roder kleuren. Maar verder vandaag een prima dag met flink wat zon. Doet gewoon zomers aan. Gaan stapelwolken ook natuurlijk wel bijkomen. Maar het blijft vandaag overal droog. En dat hebben we te danken aan een uitloper van een hoge drukgebied. Hier zien we dat. Azoren hoge drukgebied met die uitloper over Frankrijk, de Benelux en Duitsland. En die is vandaag aanwezig en die zorgt dan voor dat rustige weer. Morgen dan komt er een storing vanuit het westen opzetten. In de middag gaat die passeren. Dat levert wat buien op. Maar de dagen erna komt dat hoge drukgebied weer terug. En dat betekent dat de dagen erna er ook weer vrijwel droog uitzien met flinke zonnige perioden. En na een temperatuurdipje op woensdag gaat dan op donderdag de temperatuur weer omhoog. Echt wel wat zomerse gevoelens hoor deze week. Ook vandaag is dat het geval. Vanmiddag temperaturen tussen 23 en 25 graden. En dat alles bij een zwakke tot matige wind uit het zuid-zuidwesten. Er zijn dus flinke zonnige perioden en wat stapelwolkjes. Vanavond ook een hele rustige avond met brede opklaringen. Ook veel van de stapelwolken die zullen gaan verdwijnen. Het is dan wel vrijwel helder. En dan kunt u ook misschien vanavond rond een uur of ja, tussen 9 en 9:30 is dat de maan zien opkomen in het oost-zuidoosten. Een volle maan. En we noemen het zelfs een supermaan. Hij staat iets dichterbij dan gemiddeld. En dan is de maan ja, op zich iets groter, maar met het blote oog is dat nauwelijks te zien hoor. Morgen, dan beginnen we met veel zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En dan volgt dus die storing met die buien. Die trekken in de middag van west naar oost over. Voor die buien uit kan de temperatuur met name dus landinwaarts nog flink oplopen. 25 tot misschien wel 27 graden. Terwijl het aan zee niet zo warm gaat worden. Max je temperaturen daar rond 21 graden. Ja, als die buien dan voorbij zijn, kan er in de avond ook nog wel een losse bui voorkomen. En misschien dat daar zelfs nog wel even onweer bij zit. Dat is niet helemaal uitgesloten. Dan de dagen erna. Nou, woensdag eigenlijk een prima dag met flinke zonnige periode. Misschien in het noorden nog een enkel buitje. Temperatuur wat lager, 19 tot 22 graden. Maar donderdag gaat die temperatuur weer omhoog en wordt het zo'n 23 tot 25 graden. Een beetje zomerse dag is dat. Ook voor vrijdag geldt dat zo. Ook dan die temperaturen. Misschien een losse bui. Ik denk dat het op zich wel meevalt. En dan kijken we ook even naar die temperatuurpluim en dan zien we dat we voorlopig toch gewoon heel aardig weer houden. In de loop van volgende week misschien zelfs weer een temperatuurstijging. Het dipje op woensdag is ook heel aardig te zien in deze verwachting. En als we dan ook nog even naar de neerslag kijken, nou dan zien we die kans op vrijdag voor buien. Zaterdag ook een buienkans, maar de dagen erna vrijwel droog weer. Kortom, de zomer die blijft voorlopig nog in Nederland. Nog een fijne dag.